Hallo, kijk, sorry, hier meteen. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hi. En we zijn vandaag weer in de fucking fabriek gebeuren en ik weet niet waarom, maar de hele game die lekte met. Ido, wat was jij aan het doen? Ik sta pauzeknop aan het spammen. Oh. Ja, nee, dat kan ook. Kijk maar. Oh. Ja, nee. Dat weet ik het. Dan weten we ervan. Soepel. Ja. Nou, ik zie. Het eerste wat me opviel toen ik in de game kwam, was het bezoekersgebeuren. En een rode pijl naar beneden. Is dat positief? Dat verbaast me ook helemaal niks. Is dat positief of negatief? Positief. Okay. Alles wat rood is, is positief. Maar ik zit daar nog even over na te denken om deze aflevering sowieso even een wilde muisachtbaan te gaan maken. Maar daarvoor hebben we eerst even wat meer geld nodig. Dus ik ga gewoon even wachten daarmee. Oh ja, hadden we het al? En? Oh ja, pinautomaat hadden we. Niet dat we weer zo'n probleem krijgen weer met pinautomaat. Dat maakt niks uit in deze map. Nee, precies. Maar ja, wat wil je nog vertellen? Een wild muisachtbaan heeft eigenlijk zo heel veel nut, want je kunt geen foto-attractie filmen. Jij doet het alleen maar daarom. Ja, ik kan ook. Ja. Ik kan ook best wel iets van de houten achtbaan doen of zo. Mooi, het gaat regenen. It's raining, man. Halleluja. Bezoekers klagen over de smerige voetpaken. Waar dan? Echt. Voetpaken? Ja. Is dat serieus? Ja. Oh, ja, yay, dat vind ik dus gewoon die grote sensatie. Och, dat is een nieuw record. In de eerste 2 minuten pas. Normaal ben je stond een beetje aan het begin. En nu pas nu. Huh? En nu pas en nu. Pas nu. Dus klopt er niet. Nou, volgens mij wel mijn hart, maar oké. Okay. Dat is een ander verhaal. Wat klopt er niet? Mijn hart, dan lig je een beetje dood. Nee. Waarom zou je een hart moeten hebben? Wie heeft er een hart nodig? Dan ben je wel hard. Echt waar, hang jezelf even op of zo. Jemig! Dit is al heel slecht. Ach, welke grap maak ik eigenlijk? Ja, dat is echt hard. Oh, oké. Okay. Ik kan me zelfs niet meer bedenken. Dat was meer een goudvisniveau. Kijk, kun je met de spiraal afbouwen? Ja, daar kun je ook een actie voor te doen. Ja, dan kan ik dat wel even doen. Zou ik daar gewoon nu alvast mee beginnen? Of wat zeg jij hier dan? Ik zeg gehaktbal. Gehaktbal? Waar? Lekker. In de braadpan. Nou, ja. Oké. Okay. Nou, ik ga wel gewoon even beginnen met de achtbaan. Ik moet alleen nog even een locatie vinden waar het misschien wel een verstandig idee is. Maar laat minimaal 1000 euro over. En we hebben go-karts, maar. Turbo Kart Racers! Wat staat hier tussen? Dat is precies het, ja. Nou, dan kan ik het hier wel even mooi doen. Waar ga je dat bouwen? Ik zit even een goede positie te kijken. Ik doe dat. Zo. Daar. Nee, die is trouwens afbetaald. Helemaal? Ja. Oh, damn. Nou, dat scheelt dus weer. Maar hou ter alle tijde even 1000 over. Als je slecht gaat met parken, nog een advertentiecampagne starten. Nou, het liefst 1200 eigenlijk. Ik kom er niet heel ver mee, maar. Maar je hoeft niet in één keer af te bouwen. Nee, dat klopt. Ik heb zo'n gevoel dat dit zo dadelijk tegen het pad aankomt te liggen. Nou. Ik ga het zien. Ja. God damn it. Plan van aanpak is. Ja. Een bocht. Hoe raad je het? Zei je? Hoe raad je het?
Oké, dan kan ik nu weer wat horen. Maar mensen zijn niet echt blij om ons park, met de parkwaardering. Nee, nog niet. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat we alles een beetje bij elkaar hebben gepropt. En dat ze denken van, ja, het is hier te druk. Want daar zeiken ze nou eigenlijk om. Wij niet. Ja, of ja, daar kreeg ik net een melding van. Laat ik maar zo houden. Iemand is best wel boos. Zou ik hem laten verzuipen, gaan verzuipen? Echt. Wat is dat dan nou voor een oplossing? Oké, ik wacht er nu nog wel even mee met Achtbaan. Maar wacht. Even over de duidelijkheid ook nog even. Je weet toch wel de vorige aflevering dat mijn gelanceerde vrije val crasht. Misschien dat het daar ook nog wel mee te maken heeft. Oh ja. Dat kan ook nog zomaar. Maar het stijgt ook niet, het daalt nog steeds. Hoeveel hadden we eigenlijk nodig voor het einde van het jaar? 600. En 1100 bezoekers. Oktober jaar 3. Ja, daar hebben we nog wel een tijdje, maar... Als ik geen zin om te wachten, kan ik gewoon cheaten. Nee, laten we dat maar doen. Ik kan ook die instellingen aanzetten. Zodra we de goal behaald hebben, dat we het uitgesproken, kan ik ook aanzetten. Oh. Nou. Volgens mij stijgt het, ja, het stijgt weer. Woehoe! Weet je wanneer je pas pure afzetter bent? Als je voor de toegangsprijs, om het park in te komen, gelijk al geld moet betalen en voor iedere attractie dat je in wil. Met liefde. Ja. Troffen nog zoveel geld af bij mensen. Nou, ook bij jou, Mark. Ja. Duidelijk. Tuig? Ik zei duidelijk, niet tuig. Oh. Ach, eet toch een tandwiel. Echt, creatief Ido. Je ziet een tandwiel in het park en je denkt gelijk van, ach, eet toch een tandwiel. Echt, nee, tuurlijk niet. Eet toch een uitlaatpijp, eet toch een, weet ik veel, iets. Eet toch dat vuur. Creativiteit is hier vet te zoeken, maar hey, sure, I'll take it. Ik vind het heel bewonderend hoe erg iemand ontkotst is in het park. Enterprise. Oeh, dat is wel nice om te hebben eigenlijk. Was Mark? Nee. Kom je erbij? Nou, ik ga weer even een beetje verder met het bouwen van de achtbaan. Even zien. Waar is al ons geld in één keer naartoe dan? Penny! What the fuck? Ik kon zelfs niet eerst meer wat bouwen, what the hell? Wat is dit voor buggy shit? Hoeveel geld heb jij nog? 700, 800 euro. Ja, ik ook. Ido, heb jij toevallig een marketing deze maand geplaatst? Maybe, ja. Nou, ik denk dat het daardoor komt dan. Ja, dat weet ik zelf ook, dat klopt. En dan gewoon ook heel onschuldig blijven praten. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Precies, jij snapt het. Ik denk van, oh, dan ga ik even leuk verder met mijn achtbaan. Ja, nee, ik heb 2 stukjes verder lopen bouwen. Ja, dat is wel verder, maar niet precies. Ja, je hebt verder kunnen bouwen. Ja, maar dat ga ik nu wel weer doen. Ik heb de skirt aan. Heb je skirt eraan? Zie je hoeveel mensen erbij komen dan? Mamma mia, pizza. Mamma mia. Geef dat Mario lekkere pizza. Geef dat Mario wat
Huh? Hm, maar het is geen heilige zij meer, maar gewoon een object. Ja, dat kan. De Enterprise. Die doet het ook wel goed. Hebben we die echt nodig nu? Op het moment? Nee. Ja. Nou, je mag hem plaatsen. We kunnen hem even plaatsen. Nee, wat meer drukte uit het park. Ja. Of gewoon naar een andere locatie. Dat is heel toevallig mijn idee eigenlijk, om dat te plaatsen. Ja, je doet maar. Wil je mij nog bouwen? Maar hey, sure. Oh, daar ja, dat is wat ik ook wel eigenlijk een beetje op te denken. Misschien dat daar ook. Op te denken? Ja, mijn Nederlands is de goedste, hè. Ook lekker geslapen vannacht. Viel wel mee eigenlijk. Niet zo lang. Want hoe laat ben jij soms uit dat wakker? Dat verschilt. Ja, ik heb nu vakantie, maar ja, als ik naar school toe moet, meestal 6:30. Oh, ik ben zo 6:15 naar school toe. Ja, maar ik moet om 6:30, dus, ben ik wakker. Nou, en ik krijg ook opeens leuk een mailtje van binnen. Ja, bedankt, fijn. Niet precies wat ik nou wil, dankjewel. Wat een mailtje krijg je dan? Oh, van het werk. Van een nieuw rooster. Leuk hè? Werk. Ja, je moet toch wat hè? Geld te verdienen. Oké, okay, nee. Maar je hoeft het niet. Niet zo hoog. Je mag werken. Ja, dat klopt. Alles mag. Ja, maar ik heb pas 6:15 op. En dan ben ik vaak 7:30, ben ik al weg. Nou, dan doe je het wel snel. Gewoon even een broodje gelijk in je mond douwen en gewoon gelijk gaan. Van, yo. Want ik heb mijn tas een dag van tevoren al ingepakt. Ja, dat doe ik meestal ook wel. Dus. En mijn kleren heb ik al klaar liggen. Dus ik spring uit bed gewoon rechtstreeks mijn kleren eigenlijk hier. Ah. En dan nog geen 3 seconden later sta ik op beneden eigenlijk. Dan mik ik dat brood in mijn mond. En pleiten ben ik. En dan ben ik persoonlijke verzorging tussendoor. Ja, want ik heb dan gewoon zo van. Ligt er een beetje aan de situatie met het weer buiten. Maar meestal ga ik dan op met het openbaar vervoer of ik ga op de fiets naar school. Ja, ik heb een eigen auto dus. Ja, ja, nou, want jij hebt al een rijbewijs, ik nog niet. Ik ben er nog mee bezig. Nou, het is wel makkelijk een rijbewijs. Zeker. Is dat makkelijk. Maar het kan ook een hoop geld kosten. Vooral als je niet kunt rijden. Ja, dat is het. Dat is wel duidelijk. Dat kan heel veel geld gaan kosten. Dat klopt. Hele leuke boetes. Ik hoef niet een naam aan te klikken. Wat zeg je nou allemaal? Dat zei ik. Ik kon je niet verstaan, want het was echt 2 woorden, viel je weer 3 woorden weg. Ja. Met de beste prijs-kwaliteit verhouding van een. Oh, nice. Oh, 5 euro internetprijs erbovenop. Afzetters, .iq. Mensen willen fris aan goedkoop, 2,50 per blikje. Broodjeskraam. Mensen gaan nog geen mening over. En op een zakje lucht. Zo vertaal ik niet. Zakje lucht. Ik dacht even echt zo van. Huh? Wat bedoel je daarmee? Oh, de ballon. Het is eigenlijk wel zo. Het is namelijk wel een zakje met lucht. Ja, precies. Zag hem denken dan. Ja. Holy shit. Als ik nou een facecam had, dan had je precies kunnen zien wat ik voor gezichtuitdrukking had. Zo, maar what the fuck bedoelt hij? Ja.
Zo'n parkwaardering stijgt wel. Leuk. Hij is gaan niet stol. Is het eigenlijk wel niet een keer klaar of zo? Laat ik zeggen bijna. Want ik wil nu een beetje het eind eraan gaan breiden, maar ik heb ook weer goed alles een beetje lopen nadenken van, ja, hoe ga ik dat nadenkt? Wie wat ik zei, maar oké. Deze al een beetje lager, niet te laag, want dan splitst die zo het water in. Is ook leuk. Bommetje! Goed. Hier kan ik helemaal niks van zien. Alles zit een beetje in de weg. Dan moet ik hem even hier deze camera angle doen. Oh, je kunt ook gewoon je. En voor mij, als je één doet, Mark, kun je er heen kijken. Oh, ja, dat kan. En met 1 en 3. En 4 en 5. Oh, iets verder. Ja. En dan kan ik hier nog een blok hebben. Lepel. En testen die hap. Ja, dat is wel de bedoeling. Als hij het nu doet. Oh, 3 karretjes. Gewoon heel wat. Nee, dat doen we niet. Sneeuwkopjes? What the fuck? Wat? Oh, die attractie! Sneeuwkop. Oh! Oeh! Iemand denkt gelijk van, oh, ja, nee, dan ga ik daar wel mee bezig. Oké, test. Is veel beter dit. Ja. Tikke takken, tikke takken, tikke takken, tikke takken, tikke takken, tikke takken. Dikke takken! Huh? Zo. Mark! Hi. Zo doe je dat toch niet? Nee, als jij het doet, dan gaat het gelijk stukken bitter. Wat is die schoonmaker aan het doen? Welke schoonmaker? Ik zou veel sturen via WhatsApp. Oké. Okay. Dan denk je echt, what the freak? Wil ik even toevoegen aan aan de video? Ja, dat kan. Hoor je dat, Piedim? Ja. Oké, dan moet ik nog even... Dat is Messi verstuurd. En hij is aan het uploaden. Kan ik deze gelijk connecten daaraan? Waarschijnlijk niet. Ah, dat is kra. Dat is kra. Ah, dus connect ik hem in links. Ik wil deze kant op. Om zo'n smerige voetpaden. Waar dan? Ben ik nou zo blind of hoe zit het? Nou, weet ik veel. Een van de klusjesmannen was geglitcht. Moet je dat filmpje ook op WhatsApp maar eens kijken, dan snap je precies waarom. ik zie het, ja. What the fuck? Dat gaat soepel. Ik weet niet wat hij allemaal naartoe was, maar... Wil je het filmpje editen? Dat kan. En de kijkers ook mee genieten. Hij staat open de achtbaan. Woehoe! Wat? I like it. I like it. That's the way, Hoeveel copyright claims hebben we ondertussen al met dat liedje die ik zing? Misschien te veel. Zo, lopen mensen naar binnen gek. Holy freke frak. Mensen lopen die, het zijn gewoon echt stormrammen. Ja, dat kan ook.
Maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik je weer. Later.